Hallo mensen, welkom terug in Papers, Please. En welkom terug in dus een nieuwe video van mij. Oh Frank, wat is dit lang geleden. Namelijk, ik ben op stage geweest. Ik moet nog 1 week. Dan is mijn stage om. De stage was hartstikke leuk hoor. Daar niet van. Maar ik had gewoon geen tijd om YouTube video's te maken. En nu dat mijn stage dus bijna om is, heb ik daar weer tijd voor. En dat vind ik ook super tof. Want zoals ik al eerder zei, die stage, dat was hartstikke leuk, hartstikke tof, hartstikke veel geleerd. Ik had gewoon geen tijd en puff meer aan het einde van de dag om YouTube video's te maken. En dat gaat nu weer terugkomen. En ik dacht, ja, het is 25 januari heb ik voor het laatst Papers, Please opgeslagen. Dus dat is behoorlijk lang geleden. En toen was het een beetje een rare video. Want ik dacht, hey, dat gaat de laatste video van de serie worden. Maar dat was dus niet zo. Dus, wij gaan nu beginnen aan misschien de laatste video, maar ik weet het niet. Volgens mij heb ik niks van dit opgenomen. Dat zou wel echt heel stom zijn. Ik had er niks voor opgenomen. Ik weet 100% zeker weten dat ik de combinatie heb gedrukt. Ik zal zo meteen zien of hij het heeft afgekapt of zo, dus dat hij wel het eerste stukje heeft gedaan. En als dat niet zo is, dan zal ik vanaf de intro direct hier naartoe skippen. Maar goed, ja, hij heeft dus sowieso een best wel groot gedeelte niet opgenomen. We gaan hier gewoon verder. Your niece has disappeared. Oké, het zal. Ik ga gewoon maar voor eten en warmte en zo zorgen, want dan heb ik alsnog 22 credits daarna. Laten we gewoon maar naar de volgende dag gaan. Want blijkbaar is het nog steeds niet over. Raar. Polio Services in the United Federation. Oké, walk to work. Hey, daar is een rode man. Wat gaat hij doen? Dat is nu gewoon al niet een goed teken. Dat daar iemand rood gekleurd is. Maar goed. Inspector, your position is important and your responsibilities are broad. Follow all protocols strictly. Glory to Ostotska. Dat doe ik altijd. Oké, bijna altijd al. Nou, laat het eerst maar doen, hè. Hallo meneer met baard. Hij komt hier om te werken. Voor 6 maanden. Werken 6 maanden, oké. Adimik Straan. Dat klopt. Zoek het naam daar. Klopt, de data klopt, de data klopt, de data klopt, de data klopt. Laten we daar geen liedje van maken. Beard, ja, die is er. Volgens mij mag je er binnen. Nee. Moeilijk, hè, de goede knop indrukken. Dat vind ik blijkbaar heel moeilijk. Next, please. Easy order. Oké, call it, deal to it. Another assistant comes. Man in red. Oké. Carries info on all Isaac Ostotska. Cannot take chance. You must kill him today. We will provide opportunity. If succeed, we will be caught. If succeed, you will be caught. Must sacrifice self for Ostotska. Family will be safe. Shoot to kill, ja. Oh, nu heb ik de tweede sleutel. Nou, dan leg ik die sleutel weg. Die heb ik dus niet nodig. Die sleutel moet ik hebben. Dan gooi je zelf waarschijnlijk een mannetje over de muur. Dan moet ik op hem schieten. Maar dan moet ik dus op de rode man schieten. Oké. Got it. Nu nog zorgen dat ik het goed doe. Hoogstwaarschijnlijk is het dus de laatste dag. I'm
een diplomatic envoy. Maar dan heb je alsnog dit nodig. Oh, oké. Okay, dat zit dus allemaal hierin. Je mag hier naar binnen. Import, oké. Okay. Anjaki Anakjevic. Oké. Okay. De code klopt alleen totaal niet. Niet eens één lettertje of zo. Check again. Ja, dag. Doeg! Ga maar gewoon weg! Doeg! Heel snel weg hier. Valse documenten. Op je mail. Gauw nu. Hallo meneer. What is the purpose of your trip? Oké, okay, je komt hier op visite voor 14 dagen. Mooi, mooi, mooi. Als je liegt, dan heb je tenminste allebei de keren gelogen. Even kijken, dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Volgens mij mag je er binnen. Weer de verkeerde knop. Met tab en tab doe ik die dingen met spatiebalk de check ding. En ik blijf het verkeerd doen. Ik snap niet waarom, maar goed. Hallo meneer. Uit Astotska. Glory greatest. Kom maar gewoon binnen. even kijken. Oké. Oké, dat maakt het niet uit. Ik dacht even dat het ook hetzelfde moest zijn. Al heb ik daar nog nooit in naar gekeken. Maar. Volgens mij mag je naar binnen. Lorito Arstotska, dat was het. Niet Glory Greatest. Wat? Invalid District. Ah, shit. Immigrating. Maar, heb je dan niet dit nodig? Oké, dat heb je niet nodig. Dat allemaal. Dat klopt. Dat klopt. Het komt denk ik door je haar. Ja. Je bent gewoon lang genoeg. Weer. Volgens mij mag je naar binnen. Kost dat trouble? Nee. Invalid description, invalid thumbprint. Nou goed. Jij, mevrouw, heb ik volgens mij al vaker gezien. Maar ben je echt 1,61? Ja, blijkbaar wel. Ja. Pom, 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 pom. Ja, dat klopt. Althans, ik ga het nu maar gewoon checken. Want ik geloof je niet. Arstotska. Issuing City. Is Creston. Althans, dat klopt. Oké, okay, mevrouw. Je mag daar binnen. Glory to Arstotska. Phew, ze mocht inderdaad naar binnen. Hallo meneer. Jij komt hier om te werken. Voor 30 dagen. Oh! Ik heb ze allebei! Ja, ik heb nog veel meer mensen. Daar heb ik 3 mensen geraakt en daar die ene. Dus ik heb het goed gedaan. En die andere kant, oké. Okay. You are under arrest for the murder of an innocent. Hij was helemaal niet onschuldig. Muziek. Best wel gave muziek. Oké. Okay. The penalty is death. Oké, okay, ik ga dus dood. Blijkbaar. Your family will be questioned about their involvement. The border will remain open under replacement inspector. Glory to Arstotska. A note appears from under the cell door. Inspector. Family is safe. Target eliminated, but other problems arise. Replacement inspector not cooperative. Isaac activities hindered. We cannot provide further support.
Isaac to hibernate again. Family, wat betekent door Abristan? Good luck. Dus alles wat ik heb gedaan voor de Isaac Order, dat is voor niks. Omdat die andere gozer nu dus niet meewerkt. My god. Dat is wel echt heel suf. Oké, mijn statistieken. Als je het ook speelt. Vergelijk. Ik heb dus voor 3 uur en 22 minuten en 30 seconden gespeeld. Ik heb 226 mensen geholpen. Ik heb 116 mensen binnengelaten. 60 mensen laten oprotten. 93 mensen opgesloten. 29 citations earned. En 177 stems applied. En ik heb einde 9 van 20. Ja, dat is dus zo grappig. Er zijn 20 verschillende eindes aan dit spel. En ik heb er dus nu volgens mij 2 verschillende gehad. Hey mensen, dat was het! Misschien een beetje raar. Omdat de eerste helft van deze video niet opgenomen was. Dat was echt heel erg stom van mij. Maar goed, nu is dus de laatste video een lekker korte video. Maar goed, dat was dus de laatste video van Papers, Please. Nee, ik ga niet proberen alle 20 eindes te krijgen. Dat is namelijk heel veel werk. Want dan moet ik namelijk super vaak het spel doorspelen op een andere manier. En ja, er zal vast ergens op het internet staan welke exacte dingen je moet doen om een bepaald einde te krijgen. Maar ja, waarschijnlijk ben ik dan nog zo'n 50 uur of zo, misschien wel meer, waarschijnlijk weer, uur bezig om alle 20 eindes te filmen. En dan zul je net zien dat wanneer ik er eentje krijg, dat ik dus niet opneem. Maar goed, hey mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video, van deze serie. Vond je deze video nog leuk? Laat er even een like achter. Ben je nog niet gesubscribed? Subscribe er ook even. Dat helpt me heel erg, want ik probeer weer te groeien. Ik probeer 350 subscribers aan het einde van 2017 te hebben. Volgens mij is het haalbaar. En ik heb jou daarvoor nodig. Maar voor nu, ik zie je dan weer in de volgende video. Ciao!